Hallo kijkers van de geweldige kaas, welkom bij een nieuwe aflevering van Pixel Painters. Voor zolang het nog leuk is, zal ik het nog blijven doen. En wij gaan weer lekker spelen. Wij gaan de eerste ronde gewoon spelen, de tweede ronde met een challenge doen. Ik ben van plan nog 5 afleveringen hiervan te maken. Dat zijn er nog een paar, ja zeker. En nog 5 in ieder geval. En als ik het dan nog leuk vind, dan ga ik nog verder. Maar dan weten jullie in ieder geval, als ik dan dit beu ben, dan dat ik stop. Dan is het niet zo onverwacht, zeg maar. Maar goed. Team Creeper. Oké, we gaan... Oh my god, ik heb een leuk idee. Let me, alsjeblieft, Minecraft. Oké, fill this. Blauwe lucht. Dan. Oh, het is alleen een kwestie van tijd. Dit is zo. Klik. Oké. Wacht hoor. We doen hem... Hier, de lijn. Ja. En dan dit opvullen. Oké. Dan hebben we bomen. Dus dat wordt op de achtergrond dit. Dat zijn bomen. Nee, dat wordt hem niet. Kom aan. Ja. En dan moeten we met hout. Ja, wat is hout? Dit is hout. Moeten we een huisje maken. Dit is een huisje. Zoiets. En dan dit ook. En dit ook. En dit ook. Dat is een huis. En dan geel. Wordt de zon. Daar heb je Robin weer met zijn zon. I know. Zo. Ja. Misschien leuk als we een laagje dit doen. Kijk. Dus dan een realistische zon. En dan moeten we een deur hebben. Ik hoop dat dit goed is. En dan doen we van dit. Doen we vierkantjes erin. Oh mijn god. Kijk, pixel. Dat is heel slecht. Is er een midden? Ja, dat is er. Ja, zoiets. En dan Steve moeten we snel maken. Die is hier zo. Zo. Dat is Steve. Lichtblauw voor zijn shirt. Zo. Hier komt een zwaard in zijn handen. Zoiets. Huidskleur moet ook. Zo. En dan bruin. Hier. Voor een zwaard. Zo. En bruin ook voor dit. En dan huidskleur. Snel, want we moeten wel Steve eventjes maken. Snel. Snel Steve maken. En dan ook nog een creeper. Oh, ik heb mezelf overschat met deze tijd en zo. Zo. Oh, snel. Oké. Zo. En dan creeper. Dat is donkergroen. Zo. Kom aan, niet doen. En dan... Oh. Ja, snel. Nee, wacht, we kunnen dat hoofd groter maken. Snel. Alsjeblieft, Robin, snel. 30 seconden nog. En dan maken we hier. Oh, kom aan, niet zo scheef zijn, alsjeblieft. Oh mijn god, wat lelijk. Dit is beter, hè? Ja. Zo. Ja, dit. Ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat dit mooi is. Oh, wat lelijk. Ik ben... Ja, het kan op zich wel. Alleen die zon, die straal. Zag je die straal rechtsboven? Oh mijn god. Het idee was leuk. Ik hoop dat de rest niet veel voorstelt. Oh mijn god, ik moet winnen. Als ik dit zie, dan weet ik zeker dat ik win. Oké, joh, die is leuk. Oh mijn god. Spannend. Your drawing moet ik eventjes openen.
voor de thumbnail. Oh, spannend, 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 spannend. Yes. Ja. 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 Oké. Okay. Hoeveel mensen doen er mee? Dan weten we ook wat veel stemmen zijn. Ah, gemiddeld. Oké. Okay, die. Want die explodeert en dat is leuk. Die ogen doen het altijd nogal goed qua rating. Van hoe goed ze worden gevonden. Ja. Kijk, dan heb je die versus die. Dan hoop ik dat de mijne wint. Ja, de mijne wint. Yes. Oh, spannend. Oh, het is 3-3. Spannend. Yes. We hebben gewonnen. Deze ronde. Dit wordt... Wat? Die zeker. Niet het woord creeper, hè? Zodat je weet. 45 Kingcraft. Want dat is niet goed gedaan. Ja, hopelijk stemmen ze op ons. Want ja, die is ook wel leuk, maar hij is gewoon lelijk. Ons huis doet het hem. Dat het een landschap is, want iedereen heeft wet. En dan... Oh ja, we hebben gewonnen. Oké. Tot de volgende ronde. Oké, deze ronde bij Pixel Painters gaan we een challenge doen. En de challenge van vandaag is... haal het potlood niet van het blad af. En ik weet niet meer wie de challenge had gegeven, want dat zet ik niet bij mijn Word documentje. Maar in ieder geval, de bedoeling is dat we het potlood niet van het blad mogen halen. Dus wel dat we alleen maar een potlood mogen gebruiken. En niet van het blad mogen, dat is best moeilijk. Ja, is wel makkelijk, maar dan is het gewoon lelijk. Maar we mogen wel een andere kleur pakken, maar dan moeten we weer op datzelfde punt beginnen. Snap je? Dus Earthquake, ja kijk dat. Dan moeten we denk ik beginnen met... Wow. Dit. Kijk, we moeten zeg maar zo dan. Naar één punt. En als we dan het potlood gebruiken. Dus we mogen dat wel gebruiken. Maar als we het potlood gebruiken, moeten we per se wel zo de gebouwen doen. Zo. En als we dan een andere kleur pakken, bijvoorbeeld geel. Maar dat gaan we nou niet doen. Dan, wacht hoor. Kijk, nou moeten we weer daar beginnen. En dat is moeilijk. Dan kunnen we zo doen. Maar dat is ook een beetje cheaterig. Ja, ik weet... er zijn niet echt precieze spelregels. Dus laten we eerst die gebouwen maken. Ja, laten we nu blauwe achtergrond doen. Nou, weet je wat? Ik hou me toch ook niet zoveel aan die regels nu, op dit moment. Helaas. Want ik vond het ook eigenlijk voor mezelf niet zo duidelijk, eerlijk gezegd. Sorry daarvoor. Klik, 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 klik. Kijk, dit zou dus niet gemogen hebben. Want we moeten bij dit puntje dan naar daar slepen. Hier heb je dan ramen. Voor licht wat dan uit de gebouwen moet komen. Hier zijn gele dingen. Ramen. Mijn moeder kwam dreigen met dat ik, als ik niet kwam eten, dat ze me zou opeten. Dus, maar dat moeten we niet hebben. Oké, dit is mijn earthquake. Nu moeten we alleen nog van grijs, moeten we zo rommel... Hier, op de bodem van de aarde. Oh, dit is zo lelijk. Zo. En dan nog een andere kleur. Om nog meer rommel te creëren. Op de bodem van de aarde. Oh, zo. Zoiets. Kijk, dat betekent dus dat er iets verkeerd gaat. Oh, wat we kunnen doen. Is, kijk. Met deze stift. Met blauw maken we dit. En dat betekent dat... Het is geen ravijn, maar... Dan doen we zo met rood een pijltje. En dan hier een pijltje. Kijk, dat betekent dat die aardplaten dan zo... Ja, je snapt het. En dan zwart. Ja. Dit is een earthquake. Dit is echt lelijk. Earth lelijk. Zo. Oké, nu moeten we nog een minuut. Ja, ik moet dus eigenlijk gaan eten. Oké. Ik zal dit even af moeten maken. Nog 1 minuut. Jongens, wat kunnen we nog aan een earthquake doen? Misschien wat trillingen zo. Zo. Van lawaai, zeg maar. Wat dan uit de aarde komt. Bewegingen en zo. Wat we nog kunnen doen is eventjes moeite steken in een mooie maan. Zo.
Dat is een mooie maan. Deal with it. Oh, wauw. Zo. Ja, het is goed. Zo. Ja, ik vind hem wel leuk. En dan misschien een net iets donkerdere kleur. Voor een shade, zo. Nou, dat is de maan. Leuk. Ja, dat is onze earthquake dus. Mooi. Nu spannend wat er wordt gestemd. Ja. Nu moeten we gaan stemmen. Oké, okay, wat is... Oh mijn god. Oh, die Pulp Fiction gaat winnen. Ik voel het al aankomen. Ja. Ik heb toch 2 stemmen. Ja, de challenge, daar kwam dus niks van. Maar goed. Eventjes deze openen. Oh, deze is vet. Leon. Die laten wij winnen, vind ik. Oh, dat is vet, jongen, wat hun hebben gedaan. Ik zit hier met goede tekenaars in een spel. Oh, mooi. Nee hoor. Oh, een vulcano. Dat is ook iets met een earthquake. Heeft dat te maken, volgens mij. Of niet? Help. Oh, oké, okay, deze. Oh, wauw. Daar gaat hij mee. Oké. Ze zijn allemaal best wel mooi, hè? En ze hebben allemaal ook wel een beetje dezelfde gedachten. De aardplaten die zeg maar zo verkeerd gaan. Ja, we hebben goede tekenaars. Dat was de challenge op zich. Met hele goede tekenaars in het spel zitten. En ze blijven ook in het spel. Dus, oh wauw. Een van de mooiste die ik, ronde die ik heb gezien. Oké. Die. Semifinals. Spannend. Maar goed, ik ga alvast de outro doen. Hopelijk vond je het leuk. Laat dan alsjeblieft een like achter. Abonneer op de geweldige kaas. Voor meer. En dan zeg ik tegen jullie. Tot de volgende keer. Tot ziens.